Welkom bij Ballonvrienden. Er zijn twee ballonnen de lucht in. Ik vind het altijd heel mooi, ook in onze vrije tijd, om naar de ballons te kijken. Ik weet niet hoeveel er al gepasseerd zijn, maar ik vind het wel mooi. Vooral de geel met de kleurtjes, zo'n beetje zoals de vredesfeesten. Ik kijk allemaal naar de ballon dus bij de vredesfeesten, maar dan niet gewoon door de markt, maar hier zelf een keuze te varen. Zo dat is ondertussen al weg, dus ik denk dat ze allemaal richting zo varen in plaats van naar mijn richting toe eigenlijk. Meer richting de grote baan. Dat zijn echt mooi die kleurtjes. En hier is een konijntje. Ik vind het ook van mama, wat gaat hier buiten doen? Nee, papa, wat gaat hier buiten doen? We komen hier eens kijken voor de ballons. Maar we zien niks hier. Dus toch de andere kant uit gaan. Ja. Dus ik ben even wat hier gewandeld. Om te kijken of dat er hoeveel ballons de lucht in zijn. Hier kan ik het perfect zien. Dat er maar twee de lucht in zijn. Misschien heb ik een paar gemist, dat kan ook. Maar hier kan je perfect zien dat er maar twee de lucht in zitten. Die gele en die zwarte. Ik heb voor de rest nog geen ballon op gemist. Dus daarmee dat we hier nu even staan om dat goed te kunnen bekijken. Zo rap varen ze ook niet, dus en we hebben het maar meteen door dat er maar twee de lucht in zijn. Dus dat is eigenlijk wel een voordeel. Dus, zo'n beetje mijn eigenlijk. Als we nu goed kijken, dan zien we inderdaad dat we enige mist hebben, of twee. Maar een beetje verder. Dus 1, 2, 3, daar zo. Dan zien we. Die hebben we gemist. Dus dat is het dichtst dat we kunnen. Die hebben we gemist. Het is altijd wel heel moeilijk filmen, want ja, je hebt hier natuurlijk een snelweg. De mensen kijken er automatisch naar. Ben je mij aan het filmen of ben je aan het tanden aan het filmen? Dat is altijd een stukje waar dat je natuurlijk ook mee zit. Waar ik ook altijd een klein beetje mee oppas. Dan denk ik, oh ja, die filmt mij of zo. Ik heb er eigenlijk nog niet echt een opmerking voor gehad, maar ja. Daar moet je natuurlijk ook mee oppassen, dat natuurlijk niet als je op de markt staat. Kun je vrij filmen. Nu moet je altijd een beetje rekening houden met de wens van privacy. En ja, je wil natuurlijk geen problemen krijgen met de mensen. Dus daar moet je ook nog wel rekening mee houden. En het is eigenlijk al leuk om dat dus goed in beeld te brengen wat ongeveer mijn hobby is, mijn passie. En waar we eigenlijk allemaal een beetje op moeten letten eigenlijk. Om geen problemen te krijgen met de mensen. Dus dat is eigenlijk al heel mooi eigenlijk om te zien. Ik had dat niet verwacht, ja, het was al heel de week heel slecht weer, onweer, regen. Dus het was eindelijk nog eens een keer goed weer om dat te kunnen zien. Dus het is wel leuk eigenlijk om dat nu nog eens te kunnen vastleggen. De ballons. Het is ook rustig op straat, dus niet te veel verkeer. Dus we zijn bijna terug thuis en dan gaan we jullie vertellen waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is met de ballons. Ik zie momenteel geen ballons meer. Ik ga de deur openmaken. Wat gebeurt er? We gaan ons even hier zetten, of we moesten er zijn. Hoe is het eigenlijk gekomen dat ik zoveel van ballons hou eigenlijk? Dus ik begon met mama toen dat die jong was, die ook altijd naar de vredesfeesten. En die nam ons ook al als kind mee naar het evenement van de vredesfeesten. Die zei altijd van kijk, laten we nu jullie meepakken. En eigenlijk al van kind af aan zijn we eigenlijk opgegroeid met ballons.
dat is natuurlijk ook logisch, je zit in de ballonstad. Maar echt helemaal freak geworden is eigenlijk toen ik de eerste keer meedeed aan de wedstrijd met Shana. Shana begon terug op te treden en met Petra en Claudia. En er was een wedstrijd op het internet. Als je de single koopt, dan kan je een ballonvlucht winnen. Ik heb die single gekocht. Ik zeg, ja, ik wil winnen. Ik wil dat zeker en vast doen. Ik ben dan gewonnen. En zo is het dan eigenlijk allemaal een beetje begonnen eigenlijk. Toen ik dan met mijn meva was gewoon goed. Ja, het was zo'n mooie ervaring met modemakers. Dat ik eigenlijk dus had van, ik wil meer. Ik heb sinds kort ook al 2 keer meegevaren. En dat was eigenlijk ook wel heel cool om mee te mogen varen. Eigenlijk ook wel een mooi recht om dat te mogen doen. En dat was echt wel super tof. Dat was niet met modemakers, zoals toen met een ander ballon. Dan zijn, ik weet niet hoe de naam is te zeggen. En zo is dat meer en meer gegroeid eigenlijk. Dat wij eigenlijk, ik kan eigenlijk heel vroeg dat doen, daar staan. En ja, dat is nu een beetje uitgegroeid. Dat is mijn hobby eigenlijk, door mijn grote passie uit te voeren eigenlijk. En ja, en sinds kort, ja, sinds 2 jaar geleden, we hadden eigenlijk al 7 jaar een pagina eigenlijk. Van 2012 hebben wij een pagina gemaakt, omdat wij eigenlijk heel veel foto's hadden van de vredesfeesten. En ik kan zo iemand van, ja, we hebben zoveel foto's. Dus het is misschien beter dat we de foto's kunnen delen, dat de mensen die foto's ook kunnen zien. Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Dan zijn we begonnen van, ja, wij filmen eigenlijk ook wel heel veel. Lijkt bijvoorbeeld hoe dat wij dat beleven en hoe dat we dat eigenlijk allemaal doen. En dan is eigenlijk met het idee gekomen, 3 jaar geleden, om eigenlijk een YouTube-kanaal te beginnen van Ballonvrienden, om dan daar eigenlijk alles dan ook gewoon op te plaatsen, omdat we dat toch eigenlijk altijd wel filmen. Bij ons was natuurlijk wel twee. Ik had er eigenlijk nog dubbel werk, want ik moet dan de intro maken van Bolstar, omdat ik ook een Bolstar-account heb, maar ik ben dagelijks vlot op plaats. Ben ik dan ook 2 keer, dus ik moet dat dan 2 keer opnemen, moet ik ook zeggen hallo, welkom bij. En ja, ze zijn eigenlijk komen. En nu zijn we eigenlijk al trots dat mensen eigenlijk ook gewoon kijken op YouTube. Dat de ballonvaders ook gewoon weten dat ze eigenlijk alles, maar dan ook alles van hun ballonnen terug kunnen vinden op de pagina eigenlijk. Wij hebben nu sinds kort ook een Instagram-account waar wij ook gewoon alles op plaatsen. Omdat heel mensen hebben ook, ja, geen Facebook. Dan Instagram plaatsen we ook op. En heel veel vrienden van ons die dan een ballon zien, die dan automatisch al iets hebben van, we gaan die trekken. We gaan dat laten zien eigenlijk. Ik doe ook elk jaar mee met de ballonloop, heb je ook kunnen zien. Ook gewoon omdat die medaille staat wel letterlijk en figuurlijk een ballon op. Die ziet er zo uit namelijk. En ik vind het echt wel heel mooi om dat als aandenken te hebben, de ballon. Dus daarmee doe ik er ook elk jaar mee. Ik ben niet zo'n heel goede loper, maar dat maakt me ook helemaal trots. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn passie. Dus als jullie daar eigenlijk rond nog vragen hebben of zo, stel ze gerust. Bedankt om te kijken en tot de volgende keer.